Je hebt er alles aan gedaan om deze wedstrijd te winnen. Het is niet gelukt. Nee, ik denk dat we uiteindelijk over twee wedstrijden misschien voetballend het beter hebben laten zien. Maar het is allemaal niet efficiënt genoeg. Het was vaak tot de 16 was het goed. Vandaag ook tot die 1-0 eigenlijk was het hetzelfde als afgelopen woensdag. Maar ja, dan blijven we doorbreiden en dan moeten we meer eraf drukken. En dat is ook een kwaliteit van Scheveningen natuurlijk. Hè, dat ze dat wel heel kort kunnen houden erachter. Was het verschil misschien het zakelijke? Bij Scheveningen, wat ja. Scheveningen meer heeft dan jullie? Ja, het is, dat heb ik gezegd, het was een clash tussen eigenlijk twee speelstijlen. En bij ons is het heel avontuurlijk en frivol. En bij jullie is het heel degelijk en heel zakelijk. En uiteindelijk scoren zij daar die goal mee vandaag. En is dat ook terecht dus. Iedereen zei over, je gaat in de strijd ten onder. Nou, dat zijn we zeker niet gegaan. Ik denk dat je vandaag ook, als je kijkt, dat we gewoon met 10 man ze nog bij de strot hebben gegrepen. En zij vielen ook met bosjes om, dus ik kan mijn ploeg daar helemaal niks in verwijten. Ik denk dat we een fantastische strijd geleverd hebben, alleen we zijn niet efficiënt genoeg geweest. Nou staan we hier te praten met een verliezend trainer die de finale van de na-competitie niet gehaald heeft. Maar laten we wel ook realistisch blijven. Als debutant in de derde divisie, hè? Ja, tuurlijk. Nee, wij hebben een fantastisch seizoen gedraaid. En ik ben ook ongelooflijk trots op die mannen. Want ja, ze hebben vanaf het begin tot het einde, als je nagaat dat wij vanaf de eerste wedstrijd tot en met de laatste wedstrijd gewoon bij de eerste drie, ja één keer vierde staan volgens mij, we dus bij de eerste drie gestaan hebben, dus we zijn ook heel constant geweest. Ja, dat is een fantastisch seizoen geweest. En ja, dan wil je dit natuurlijk ook. En uiteindelijk zijn we niet ten onder gegaan op het voetballen, maar zijn we ten onder gegaan op het kansen benutten en de efficiëntie. Wat je denk wel gedaan hebt, is een uitstekende, met deze twee wedstrijden, promotie voor Kwik neergezet. Want daar hebben we het wel vaker over gehad. Als ik op zondagmiddag van West Wales bij jullie moet komen, zitten er veel te weinig mensen. Zou dat kunnen veranderen door wat je nu hebt laten zien? Nou ja, je ziet al dat het toch al iets meer is dan dat het zeg maar, 2 jaar of 1 jaar geleden was. Dus uiteindelijk zal dat wel iets. Kijk, het zal daar nooit, er zal nog geen 4000 man zitten, maar dat zit er bij, dat zit er hier ook niet. Nee. Maar de manier van spelen zoals we dat doen, dat trekt. Ja, het publiek die vindt het heel prettig. En wij vinden het ook prettig, want dat is ook onze manier van voetballen. Maar daar hoor je dus inderdaad al een hele complimenten over. En dat is natuurlijk ook heel mooi om te horen. En dat zal uiteindelijk de naamsbekendheid van Kwik en misschien het toeschouwersaantal zou daar wel een keertje mee omhoog moeten kunnen gaan. Ja. Tot slot, hoe was het in die na-competitie om te werken met heel weinig druk? Het mag en het hoeft niet. Leg jij jezelf dan toch nog druk op? Ja, het moet wel natuurlijk. Ik bedoel, want als je erin gaat van het mag en het hoeft niet, ja, dan ga je er al niet goed in. He, dus ik snap wel wat ik bedoel. Ik snap wel wat je bedoelt, maar wij zijn er vol in gegaan met de must om het te doen. Net zoals maar ik bedoel, je hebt nu geen boze bestuursleider die kwaad naar je kijkt. Nee, maar die heb je bij Kwik toch niet zo heel snel, denk ik. Dus. dat is ook wel een heel groot voordeel bij Kwik. Er is altijd rust. De mensen zijn heel tevreden. En dan zie je ook, ik denk dat er meer Kwikkers overigens nog waren bijna als Scheveningers. En dat je na afloop ook dan zie je hoe ze die ploeg weer oppakken en steunen. En dat is natuurlijk, dat is geweldig. Dus je gaat nu nog even naar Nieuw-Halenburg. Niet naar de kantine, maar naar het clubhuis, hè? We gaan naar het clubhuis, Willem.